Ik ben Lotte Werkema. Ik ben beeldend kunstenaar en ik maak hulpstukken. Mijn hulpstukken, zeg maar, die dragen aan de ene kant gaat het over fysieke verlossing. Dus ze wekken de indruk dat ze gedragen zouden kunnen worden. En in dat spanningsveld, zeg maar, dat je altijd op zoek bent naar hoe je jezelf fysiek verbetert. En de onmogelijkheid daarvan, daar ben ik in geïnteresseerd. Mijn interesse komt eigenlijk vandaan uit het feit dat ik zelf een fysieke beperking heb en dat ik merk dat ik daar altijd mee bezig ben. En voor mij is het daarom heel erg prettig om daar op een ironische manier een soort van verzet tegen te plegen of daar controle op uit te oefenen. Ja, of een beetje humor om kan hebben of zitten tijdens over oplossingen en daar een heel gek idee uit ontstaat. En dat biedt ook een soort van bevrijding. Ja, ik zou het leuk vinden als mensen naar mijn werk kijken en daardoor eigenlijk een beetje verrast worden. En op een nieuwe manier, zeg maar, naar het leven met een hulpstuk of het dragen van een hulpstuk. Dat ze daar een soort van nieuwe ideeën of een nieuw ander soort visie op krijgen. Ik hoop dat in mijn werk ook wel terug te zien is dat het hebben van een handicap niet alleen een beperking is, maar dat het ook een relatieve vrijheid kan geven. Omdat je toch gedwongen bent om op een andere manier met dingen om te gaan. Maar voor mij is het vooral een bron van plezier en enthousiasme en ja, een soort van grip hebben op. En dat geeft mij een heel goed gevoel, dus daarom ben ik er heel enthousiast over.